Goedenavond. Goedenavond, een kersttafel van forse afmetingen, net groot genoeg om het komend uur 7 gasten van groot formaat te ontvangen, de momenten bezorgd. Gaan we het nou tijdens deze kerstbijeenkomst alleen maar over sport hebben? Nee, absoluut niet, want we hebben een aantal verrassende onderwerpen waardoor we de helden van Sydney vast en zeker ook van een onverwachte kant zullen leren kennen. En ook muzikaal komt u na uw tweede kerstdagdiner zeer aan uw trekken. Daar kunt u op rekenen. Ons eerste duo. Zij raceten op 2 smalle bandjes naar 3 keer goud en 1 keer zilver. En hij maakte al zijn beroemde tegenstanders een kopje kleiner en bracht 2 gouden en 2 bronzen medailles mee naar huis. Leontien Zijlaat van Moorsel en Pieter van de Hogeband. Ze heeft een goede versnelling. Ze heeft een goede versnelling. Leontien van Moorsel, bravo! Hey, merci! Fantastisch gedaan, Leontien. Het lijkt wel een vliegtuig. Ze stijgt alleen nog net niet op. Het moest nog even gebeuren. Haar prijzenkast is compleet. Goh, wat heeft ze ons in de maling genomen? Wat heeft ze ons in de maling genomen? Ik weet het allemaal niet. Het is niet zo makkelijk. De bochten zijn moeilijk. Ik slaap zo slecht. Ik eet niet lekker. En hier, kijk eens, Hollands Glory, potverdorie. Van de Hogeband gaat winnen. Gop gaat verliezen. Daar is het goud voor Pieter van de Hogeband. In exact dezelfde tijd als gisteren. Precies dezelfde race als gisteren. Maar nu met als resultaat goud. En Gary Holt Jr. ook nog altijd kans heeft. Maar het wordt van de Hogeband. Ja, weer van de Hogeband. Hij verslaat de grootste sprinter ter wereld. En is dat nu zelf. Hij wint het koningsnummer. De 100 meter vrije slag. Vergelijkbaar met de 100 meter sprint in de atletiek. Nou, het goud ligt op tafel hier. Leontien, wat is nou het mooiste wat je sinds Sydney hebt meegemaakt? Sinds Sydney? Of na Sydney? Na Sydney, ik denk mijn feest in Akersloot, wat ik aangeboden heb gekregen van mijn sponsoren. En er waren eigenlijk alle mensen die de afgelopen 5 jaar gewoon achter mij hebben gestaan. Het was feest? Ja, met al mijn vrienden, familie. Dat was helemaal super. Helemaal wat top. Was het minst leuke? Het minst leuke, dat in ene mensen weer aardig tegen je gaan doen die je echt keihard hebben laten vallen. Oh ja, dat gebeurt? Ja, dat gebeurt. Ja, en dat vind je heel irritant? Dat vind ik wel een beetje irritant. Ja. Dan denk ik van, je hebt het eigenlijk, die mensen heb je juist zo hard nodig op momenten dat het slecht gaat. En toen waren ze er niet. En nu zijn het in ene weer allemaal je vrienden. Ja. Pieter riep mij net tot de orde, zei helden van Sydney, dat vind ik geen term. Maar heb jij je sinds Sydney nog ergens over verbaasd? Is nog iets heel raars gebeurd of je denkt, nou dat is toch wel vreemd hoor? Ja, wat mij het meest verbaasd heb, dat het zo veel hoger aangeschreven staat als al de wereldtitels en 2 keer de Tour winnen. Ik wist al dat het iets hoger aangeschreven zou staan, maar ja, dat het zoveel meer los zou maken. Je weet niet wat er in die huiskamers gebeurd is, jongen. Wij werden zorgens wakker en dan eerst teletext en beeld kijken en ja, weer één. Zo werkte het hoor. Ja, inderdaad. Ja, en dankzij jullie. Heb jij er ergens over verbaasd? Ja, ik had toen we. Ik wist dat het best wel druk zou worden als we terugkwamen vanuit Sydney op het vliegveld op Schiphol. Maar dat de mensen al om 7 uur 's morgens als massaal daar ons binnenkwamen halen. Dat was ik best wel verbaasd over. Maar het was wel heel leuk. Ja. En je krijgt nu opeens alles gratis en heb je eindelijk een paar centen, hoef je niks meer te betalen. Ja, kijk, dat. Ja, dat is ook het mooie van het leuke van Olympische kampioen zijn. Dat mensen hebben er zo van genoten. En die willen daar iets voor terug doen. En het is altijd geven en nemen in het leven. En dus als ik weer wat terug kan doen. Hè? Ja, je geeft ook graag. Ja. Het huis, heb je dat zelf moeten betalen? Dat moet je zelf betalen. Ja, ja. Zo ver gaat het niet. Goed. Zij vloog door het water naar 3 keer goud. En hij werd vanwege zijn gouden judoplak binnengevlogen met een setje F-16's. Inge de Bruin en Mark Huizinga. Op weg naar goud. Daar is het goud. In een nieuw wereldrecord. Oi, 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 oi. Thompson is ze kwijt. Alsander ook, want het is de Bruin die het weer doet.
weer goud. Ovationeel applaus voor de Bruin die het niet meer droog kan houden. Waar blijft de turbo? De turbo lijkt nu te zijn gevonden. De Bruin, derde goud, derde goud. Laat je niet gek maken, Marcus. Daar komt hij met zijn aanval, nog niet gevaarlijk, maar hij gaat erin. Daar gaat hij Ippo en neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Jongen, naar een Juco dan nu het gouden Ippo voor Mark Huizinga. The winner of the men's 90 kilo gold medal and Olympic champion by Ippo, representing the Netherlands, Mark Huizinga. Wat was voor jou sinds Sydney het mooiste wat je hebt meegemaakt, Inge? Ja, ik heb zoveel mooie momenten gekend na Sydney. Maar wat me wel heel erg is bijgebleven, is het de eerste keer dat ik het Holland Heinekenhuis binnenkwam. Dat was na mijn eerste gouden plak. Dat was gewoon echt een hele gek. Die tent stond helemaal op zijn kop. En dat je zo werd bejubeld en als een ster werd binnengehaald. Toen heb ik echt beseft van mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. En ik voel me gewoon bijna een beetje Madonna. Ik bedoel, dat was echt gewoon heel erg gek. Ja. Je haar zit wel heel anders dan in het zwembad, hè, nu. Ja. Een beetje extensions ook. Of niet? Ook dat? Ja. Kan met zwemmen niet natuurlijk. Nee. Wat een waanzinnige jurk heb je aan. Oh ja? Ja. Ja, en dan zien we alleen maar het bovenste gedeelte, maar ik heb net achter ook de rest even gezien. Mark, het mooiste voor jou waren natuurlijk die F-16's, hè? Dat was begonnen. Het feest begon eigenlijk eerder dan ik had gedacht. We zaten ons allemaal een beetje weer in de plooi te trekken nadat we 24 uur in het vliegtuig hadden gezeten. We dachten, we gaan zo landen. En toen begon het feest al. Ja. In de lucht, ja, dat was wel een unieke ervaring. Ja. Maar ik moet zeggen, het was voor mezelf toch nog mooier om op Schiphol aan te komen en naar mijn ouders en mijn broertje toe te gaan. Want die had ik natuurlijk ook al een tijd niet gezien na het winnen van mijn medaille, want dat was al helemaal in het begin van het toernooi. Dus dat was eigenlijk voor mij het mooiste moment van die dag van terugkomen. Ja. We hebben nog één trio te goed. Ankie van Gunsven op de rug van haar 17 jaar oude geliefde reed ze naar goud en zilver. En Stefan Veen, de aanvoerder van het clubje Mokkende Hockeyers dat uit de as herrees naar goud. En Jeroen Dubbeldam, die een vriend moest veroordelen tot zilver omdat hij zelf naar goud wilde springen. Hier zijn Ankie van Gunsven, Stefan Veen en Jeroen Dubbeldam. Nu nog één hindernis te gaan. Hoge stijlsprong. En die blijft liggen. Ongelooflijk. Jeroen Dubbeldam. Foutloos in 50.65. Hier kijken we naar Jeroen Dubbeldam. Ja. Bomexplosie van emoties. Hier. Jeroen Dubbeldam en echtgenote Monique. Lacht. En dat is altijd een goed teken. Dit is de laatste rit geweest van Bonfire. En het is een gouden medaille voor Nederland. 239.18. Het is goud voor Nederland. Goud voor Ankie van Gunsven. En goud voor Bonfire. Stefan Veen. Zijn drie goals waren niet genoeg voor goud. Hij moet er nog één maken. Voor goud in Sydney. Veen binnen! Nederlands hockeyelftal wint goud. Stefan Veen, schrijf het maar met hoofdletters. Ik weet nog dat we met een mannetje of 8 zaten te kijken en we gingen met z'n allen zo door het huis opeens, binnen de minuut. Het was fantastisch. Wat is het mooiste wat jij hebt meegemaakt sinds Sydney? Mijn opa en oma die zo ongelooflijk hadden meegeleefd tijdens Sydney. En mijn oma, het moment dat ik bij hen langs ben geweest om een medaille te laten zien, dat was een schitterend moment. Konden ze haast niet geloven waarschijnlijk. Nee, ik moest hem echt weer terugpakken voordat ik hem mee mocht nemen naar huis. En nu ligt hij hier gelukkig. Zit er ook nog een schaduwkant aan, wat de afgelopen weken gebeurd is? Wat ik wel jammer vond is... Dat we een prachtige prestatie hebben neergezet met het Nederlands hockeyelftal. Mooie medaille gehaald. Daar heeft iedereen deel van uitgemaakt. En het enige jammer van dat is Maurits Hendricks geen bondscoach niet meer is van het Nederlands hockeyelftal. Ondanks dat hij een hele grote bijdrage heeft geleverd aan die prestatie. Dat vind je als aanvoerder vervelend? Dat vind ik heel jammer, ja. Wordt de hockeysport bijna net zo asociaal als de voetbalsport, als ik dit hoor? Nou, ik weet niet hoe asociaal de voetbalwereld is. Maar weet je vast wel, volgens mij. Nee, maar met hockey, er komt steeds meer geld in het geding. En
ja, het is, je ziet daar wel een verzakeling en zie je daar wel een beetje optreden. Heb je ergens over verbaasd nog? In één keer word je voor gevraagd voor een heleboel van die tv-spelletjes en zo. En dan mocht ik ook met Nationaal Dicté meedoen. En dat was toch iets moeilijker dan ik gedacht had. Nou, dat is mij net zo overgaan. Ankie, wat was het mooiste voor jou? Kom een beetje dicht bij de microfoon. Wat was het mooiste voor jou? Ja, het mooiste voor mij was toen ik Gaston Bonfire van Schiphol afhaalde. En kwam het straatje bij de stal inrijden. En stonden daar 600 schoolkinderen met zonnebloemen langs de kant. En dat vond ik zelf al heel indrukwekkend. Prachtig. Had hij nou na afloop door dat jullie gewonnen hadden? Ja, ik denk nog steeds van wel. Ja. Maar ging hij hinneken of zo? Gaf hij raar geluid? Ja, normaal hinnik die echt nooit. En daar heeft hij ongeveer dat we de vingers in de oren hadden. Dus ja, dat is wel heel apart. Ja. Ook omdat je je eigen paard zo goed kent. Jeroen, wat was voor jou het leukste? Het leukste vond ik toch, of het mooiste in ieder geval, vond ik toch wel het feest in Oud-Marsum zelf. Op het gemeentehuis op het balkon. En dan zie je dat stadje onder je staan en al die mensen te juichen. Dat is, ja, dat is gigantisch. Ja. Het is romantisch bijna. Er moet een heel zacht viooltje onder gemonteerd worden, hè, onder deze tekst. Het was echt heel mooi, ja. Wat was niet leuk? Ja, niet leuk was direct al, daar werd ik direct al mee geconfronteerd. Dat was direct diezelfde week dat wij uit Sydney terugkwamen, ging ik op concours in Bremen en daar viel ik van mijn paard af. Dus dat was een beetje pijnlijk. Dat was een beetje een pijnlijk moment. Iets van de glans van het goud af in één keer. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, is één ding duidelijk als je in jullie leven een beetje verdiept. Je komt allemaal uit een familie waar sport heel belangrijk was. Dat schijnt een soort voorwaarde te zijn. Bij jou geldt dat helemaal. Je woonde bij je schoonouders in, nog steeds trouwens, of niet? Ja, nog steeds. Dat werkt? Ja, dat werkt heel goed. Ja? Dat is lekker makkelijk. Ja, dat kan me voorstellen. En schoonpa is een beroemd gangmaker, hè? Ja. Ja. Maar pa was bij de wegwedstrijd en dat ging bijna even mis, hè? Mijn vader? Ja. Ja, die heeft daar even een beetje een wegtrekker gehad. Is pa hier, meneer? Jawel, ja. Wat gebeurde er bij die wegwedstrijd? Nou, daar heb ik een flinke verkoudheid opgelopen. Dat lijkt me niet zo erg. Nee, maar die ging over naar een longontsteking. In één keer? Nou, in één keer niet, dus dat kwam na een paar dagen. Dus de schrik sloeg u even om het hart? Ja. Wij zijn 2 dagen langer moeten blijven. Nou, dat vond je niet erg, toch? Kon je lekker naar mij mee terugvliegen? Ik kon ze uitrusten. Dat was gezellig, toch? Pieter, is het voor jou ook nog steeds belangrijk dat je ouders erbij zijn? Want ik zag je steeds maar in de armen van die vader vliegen. Dus het antwoord weet ik eigenlijk al. Maar goed, toch een goede vraag, lijkt me. Nou ja, je ouders... Zeker als je met je jeugd heb je ouders heel hard nodig. En ik heb het ook wel getroffen dat ik toch wel een lekkere, veilige een basis. En... Ja, mijn ouders ze hebben altijd klaargestaan en weten ook donders goed wat ik allemaal voor over heb gehad. En dan is het leuk om, als je dan uiteindelijk kroon op je werk, dat die mensen dan ook dichtbij je zijn. Ja, bij jullie thuis inging alles om waterpolo, hè? Ma, waterpolo, ooms, tantes, broers, zussen. Werd er over iets anders dan over water gesproken bij jullie thuis? Ja, absoluut. Ja, ja hoor. Maar je groeit ermee op. En ik ben dan inderdaad van waterpolo overgestapt tot zwemmen. En dat ging voor lieverlee steeds beter natuurlijk. En voor mij was het gewoon echt heel, heel erg belangrijk dat dat mijn familie daar aanwezig was op de spelen. Want ja, die steun je toch door dik en dun al die jaren. En dan is het echt een hele mooie afsluiting als zij bij het succes aanwezig kunnen zijn. Ja. Jouw ouders waren er niet, geloof ik, hè Mark? Nee, natuurlijk wilden ze er wel dolgraag bij zijn, maar het werd iets te duur voor ze om... Want dat kost 16 mil, heb ik begrepen, als je echt een beetje comfortabel daarheen wilde, hè? Ja, alle prijzen zijn tijdens de spelen gewoon gigantisch hoog. Dus, voor hetzelfde geld lag je er in de eerste ronde uit. Was het een duur tripje geweest? Ja, dan was de prijs per seconde wel heel hoog gelegen. Hey, Jeroen, jouw vader is zelfs paardenhandelaar. Hè? Ik heb dat even gelezen. Opa deed in paarden en koeien. Maar pa heeft de koeien aan de zijkant geschoven, begreep ik. En de paardenhandel is overgebleven. Ja, precies. Ja. Dus is dat paplepel dan, waar je mee het ingegeven krijgt? Ja, zo kun je het toch een klein beetje noemen. Ja, je groeit op tussen de paarden. Dus het is een en al paard om je heen. En dan is het vrij oud. Automatisch dat je daarin verder gaat. En, als je tussen de koeien was opgegroeid, dan was je waarschijnlijk iets anders geworden. Waarschijnlijk, ja. Daar hebben we een heel mooi fragment om eens even te laten zien. Ik vind het heel illustratief hoe ouders meegeleefd hebben. Want jouw moeder was hier gebleven en zo was het haar vergaan. Ik heb de rit van Jeroen dus niet gezien, hoor. Want dat kan ik echt niet opbrengen. Toen ben ik even naar de keuken gegaan en... Iedere keer om het hoekje gekeken of die nul er nog stond. En oh, verschrikkelijk. Ja, wat ik toen gedaan heb, ik heb echt lopen janken en lopen gillen. En de telefoons, alle telefoons die er waren, begonnen te rinkelen. En ik had mijn man huilend aan de telefoon en mijn schoondochter haar en mijn dochter, want die was daar ook. En het leuke was, toen ik mijn dochter huilend aan de telefoon had, zag ik haar in beeld. Weglopen met de telefoon aan haar oor. En...
helemaal begeleid door een paar mensen. Want die was natuurlijk ook helemaal overmand door emotie. Ja, het was ja, een hele bijzondere nacht in mijn leven, hoor. Dat kan ik je wel zeggen. Pas op, hoor, Rick. Rick, pas op. Kom eens bij oma. Kom eens. Wie komt er in mijn huisje? Ja, Jeroen. Ik zei in het begin dat je in de finale een vriend er moest afrijden. Maar dat was natuurlijk zo. Hè? Albert Voren maakte de snelste tijd, maar jij reed foutloos. Was het toch een beetje pijnlijk, of niet? Voor mij, nee, was niet pijnlijk. Nee, en maar voor hem ook niet. Nee, want daardoor waren die emoties wel zo heftig, hè, na afloop, neem ik aan. Ja, absoluut. Ankie, is het voor jou nog belangrijk dat pa in de buurt is? Want chef Jansen, hè, coach en vriend, heeft het inmiddels overgenomen. Is het toch nog belangrijk dat pa er ook is? Ja, mijn vader gaat ook echt nog steeds altijd in alle belangrijke wedstrijden mee. En die doet dan de training niet meer, maar die... In principe moet hij wel langs de ring staan als ik aan het trainen ben. En hij is ook echt, net als in Sydney, daar was hij natuurlijk niet altijd in de buurt. Maar dan ging ik echt gelijk mijn vader bellen wat hij vond. Ja, meestal vindt hij wel hetzelfde als ik. Maar gewoon ja, het gevoel dat hij in de buurt is, is voor mij wel nog steeds heel belangrijk. Was het voor hem niet ontzaglijk moeilijk toen chef Jansen het coachen van hem overnam? Ja, natuurlijk. Mijn vader en ik, wij gingen altijd samen op pad. En ik wist niet anders dan dat wij samen overal naartoe gingen. En toen chef kwam, is het wel veranderd. Omdat, toen ging ik met chef op pad. En dat vond ik zelf ook heel moeilijk. Naar mijn vader toe. Maar ja, goed, we worden allemaal een beetje ouder. En intussen gaat het eigenlijk heel goed. En ook omdat we intussen een beetje een rolverdeling hebben gemaakt. Wie waar op het belangrijke punt is. En, ja, dat is eigenlijk wel heel fijn. Mooi. We hebben even om... dit was een mooie warming-up voor dit programma. We gaan even tempo erin gooien. Ik heb even een paar keuzes of uitspraken. Eens even kijken hoe dat uitvalt. Jeroen, de Chim, je paard, of Rick, je zoon? Rick. Ankie, Bonfire of chef Jansen? Ik hoef niet te kiezen, volgens mij. Dus allebei. Het is allemaal voor je gewaarschuwd. Stefan, Jorritsma of Hendricks? Hendricks. Mark, wie heeft gezegd dat hij gewonnen heeft, betekent dat ik de komende 4 jaar met een Olympisch kampioen in bed lig? Ja, die weet ik wel. Ja. Edith. Jouw vriendin? Ja. Ja, die zit hier ook. Edith, ben je er of niet? Ja. Dat is een uitspraak van jou, hè? Ja. Is het anders met een Olympisch kampioen in bed? Nee, nog steeds hetzelfde. Je bent een beetje door hem in de schaduw gezet, maar je bent notabene 70 geworden op je eerste Olympische Spelen. Ja. Hoe werkt dat thuis? Heb je wel een plekje? Ja. We oefenen af en toe zo in de huiskamer, dus dat gaat goed. Gaat goed. Ja. Je kan hem wel hebben. Ja, ik kan hem zeker hebben. Thuis wel. Inge, Ian Thorpe of Tom Cruise? Ian Thorpe. Oh ja? God, ik dacht. Nou goed, we hebben het straks nog even over. Pieter, wie van jullie heeft gezegd: overal sta ik opeens met mijn grote kop op de voorpagina, soms geneer ik me dood? Ik denk deze persoon. Ja, dat was jezelf. Leontien, hele moeilijke keus. Bokma of Baileys? Nee, Baileys. Je drinkt het als chocomel, hè? Ja, nou... Jawel. In de winter, man. Als het nodig is, nee, natuurlijk. Ja. Oké, even bij jou beginnen. Even kijken hoe goed jullie elkaar inmiddels kennen. Wie is de oudste die hier zit? Even kijken. Ankie. Nee. Oké, heel goed beantwoord. Nee, Ankie inderdaad, die is 22. Oh, Pieter. Wie is de zwaarste? Nou, dat ligt eraan. Misschien ben ik nu een van de zwaarste. Ja, want je bent fors aangekomen, denk ik. Maar wie is normaal de zwaarste, denk je? Mark, denk ik. Denk ik. Jeroen, 94 kilo, hè? Nee, dat kan nog. Nou, dat staat. Dat hebben we al heel veel mensen gevraagd. Ja, die verhalen. Nee. Ik ben 82. Ja. Nou, ik ga het straks even nameten. Ja. Pieter, nog dan maar een vraag even. Wie is van jullie het meest gespierd? Meest gespierd? Ik ben Mark laatste keer in de badkamer tegengekomen. Forse knal. Wie vulde, terwijl het wereldkampioenschap al binnen was, nog steeds de vakken bij Albert Heijn? Dat was Leontien. Ja. Dat vonden mensen gek volgens mij, hè? Wereldkampioenen die daar gewoon de koffie stond weg te zetten. Ja, dat vonden mensen wel raar, maar ik vond het leuk. Dus, je zou het zo weer doen. Ja. Mark, wie heeft de bijnaam Leesbeest? Stefan kijkt me raar aan, dus de... We deden het voor tempo, hè, deze vraag. Jeroen, heel goed. Het is Ankie. Lees je echt veel? Heb je daar nog tijd voor? Want je rijdt 8 paarden per dag zo ongeveer. Ja, s'avonds in bed, anders kan ik niet slapen. En onderweg. En wat lees je dan? Alles wat los en vast zit, echt alles. Ja? Stefan, wie reageerde op zijn Olympische titel met de tekst: ik kan het niet geloven, tering Jantje? Ja...
Inge. Nee, het was Pieter. Ja, zie, jullie weten eigenlijk heel weinig. Het is een leerzaam avondje nog, hoor. Goed, en dan de laatste, Jeroen. Van wie van jullie is de uitspraak: er steekt meer karakter in mijn flikker dan talent? Inge, denk ik. Nee, Leontien. Ook weer Leontien. Oh. Jullie weten eigenlijk heel weinig van elkaar, hè? Ja, het is goed dat ik hier bij elkaar zit. Lekker, hè? Ja, vind je het nog leuk of niet? Ja, dan hoor je tenminste wat. Ankie, eventjes over die bonfire. Hè? Ik heb een aantal details ben ik te weten gekomen die mij verbaasden. Hij heeft zijn eigen solarium. Nou, niet alleen van hem. Ze moeten jij mag er ook onder? Ja, ja. Nee, het is voor alle paarden. Ja, ja. Hebben ze dat nodig? Ja, het is wel fijn na de training. Als ze nog een beetje warm en nat zijn, zet je ze onder het solarium. Dan kunnen ze rustig afkoelen. Dan heb je niet in één keer koud warm. Ja, het grote afscheid moet nog komen. Hè? Hij is nu 17, bonfire. 17 jaar ruim. Waar gaat hij heen? Hij blijft gewoon bij mij. Ja? Ja. Want dat vorige paard Prisco, dat heeft ons gebeld voor deze uitzending. En zei, ik sta in de wei en ze had beloofd nog veel contact te houden, maar die hoort niks meer van je. Nou, dat is niet waar, want nee? Ik zie hem nog elke dag. Maar dan zal het een ander paard geweest zijn wat gebeld heeft. Dan heb je vorig jaar van Cocktail afscheid moeten nemen. Die was pas 15. Ja, die is overleden. Wat gebeurt er dan met een paard? We hebben Cocktail laten cremeren. En ik heb zijn as bij mij over de wei uitgestrooid, omdat... Nou, dat stond daar in een urn en dan dacht ik, nou, dat wil je vast niet. En dan heb ik gewacht dat het mooi weer was. En toen ben ik over de wei gegaan, want een paard hoort op de wei. En voor mij was het mijn manier van afscheid nemen. Ja. Dus je had hem eerst even thuis in een potje, maar je dacht, dat is niks. Nou, niet echt. Ik heb gewacht tot het mooi weer was. Ik vond het een beetje zonde om het in een regenbui te doen. En, ja, toen maar dat geeft toch wel aan wat voor enorme emotionele binding je met een paard hebt, hè? Ja, ik heb daar nu nog, ja... Nog steeds moeilijk. Ja. Bij jou, Mark, heb ik me altijd afgevraagd... hoe doe je dat toch met die toernooien waar al die Japanners komen? Want ze lijken allemaal op elkaar. Weet je nog wel eens tegenover wie je staat of niet? Nou, dat heb je inderdaad met trainingstages. Dan staan er zoveel op een rij. Dan lijken ze allemaal op elkaar. En meestal doe je niet met dezelfde partner... elke keer partijtjes achter elkaar. Probeer je elke keer een andere te vinden. Maar ja, dat gaat wel eens fout. Maar op het moment dat je ze in je handen hebt, dan voel je weer... oh, die pak links en die doet zo. Hé, die heb ik net ook al vast gehad. Maar je dus je voelt het wel, ze maar voelen je ziet wel het verschillend. Niet. Ja, ze voelen zeker verschillend. Kijk, weer toch iets heel leers. Japanners voelen verschillend, maar lijken hetzelfde. Nou, elke judoka voelt verschillend. Ja, ja. Maar dat voel je beter dan dat je het ziet. Ja. En hoe voelt het water 's ochtends om 5:30? Want jij moet elke ochtend om 5:30 het koude water in. Dat voelt ook verschillend, hoor. Nou, we hebben al ervoor gezorgd dat we iets later kunnen trainen. Want dat was toch wel heel erg zwaar. Dan had je al bijna een halve dag achter de rug. Terwijl normaal mensen dan pas opstaan. Ja. En, is dat het zwaarste wat je hebt moeten overwinnen? Zeg maar iedere ochtend dat opbrengen? Ja, maar als je er plezier in hebt, dan is dat heel makkelijk om dat te overwinnen. Ja. En Inge, elke dag om 4:45 van Barendrecht naar het zwembad in Dordrecht. Hè? Dat is toch ook een opgave van de eerste orde? Hè? Ja, dat is heel vroeger geweest hoor. Maar dat heb ik inderdaad ook meegemaakt. Dat heb je opgebracht. Hoe lang? Ja. Zeker 6 jaar lang. Dat gedaan. Dat is heel raar bij jou, want toch lees je dan ook weer verhalen dat je lui bent, hè? Een soort prima donna geweest bent. Nee, dat is helemaal van de baan hoor. Dat begrijp ik, ja. Maar dat was dus wel zo. Ja, het staat zo haaks op elkaar, hè? Dat van de ene kant die enorme opoffering die je kan brengen, van de andere kant het feit dat toch mensen denken, nou ja, als het niet hoeft, vindt ze het ook goed. Nee, maar op een gegeven moment komt het besef dat je je talenten moet benutten. Iedereen riep wel van, oh Inge, je hebt zoveel talent, doe er wat mee. En ja, ik wil af en toe ook nog eens een feestje en gewoon gezellig. En ja, op een gegeven moment kom je tot de conclusie, als je wat sterker wordt of wat meer gedisciplineerd, dan valt er ook veel meer uit te halen. En ja, dat lonkte naar meer. En ja, daar ben ik nu wel achter gekomen. Maar het is wel werk aan de winkel. Met talent alleen kom je er niet. Nee. En dan heb je die drill instructor in Amerika, hè, die Paul Bergen. Ja. Hè, en daar zit je soms maanden per jaar in je eentje. Klopt, ja. Is dat niet om gek van te worden? Ja, maar het concept werkt voor mij. En dan moet je daaraan vasthouden. En het levert toch 3 keer goud op. Ja. Dus dan, ja, als je daar dan op terug kan kijken, dan valt het eigenlijk allemaal weer wel weer mee. Nou, we gaan zo naar een stuk muziek toe. Nog 1 vraag aan jou, want het is kerstmis vandaag. En dan gaan we niet het hele verhaal meer van je eetproblematiek. Dat is ook 723 keer op televisie geweest. Maar wat at jij nou toen je 46 kilo woog met kerstmis? Een bak sla. Maar vanavond niet hoor. Vanavond eet ik een lekker kerstdineetje. Toch ben je een fantastisch voorbeeld van iemand die dat heel goed onder controle heeft gekregen. Is dat een grote overwinning in je leven? Ja, ik denk een van mijn grootste overwinningen. Kan je dat alleen? Nee, absoluut niet. Nee, daar heb ik toch wel de meeste steun aan Michael gehad. Ja? Ja.
Goed. We krijgen muziek, want het is kerstmis. Het is een zeer toepasselijk stuk muziek, want het gaat over hoe gelukkig je kan voelen. Happiness. Het zijn vier meiden die de sterren van de hemel zingen. Met hun theaterprogramma She Got Game trekken ze door het land. En zelden kregen een avondvullend muziekspektakel zulke juichende recensies. Samen met de band onder leiding van Onno Krijn zijn hier Rocky Harrell, Leonie Jansen, Astrid Seriërse en Lucretia van der Vloot. She Got Game. Met een gevoel wat we, denk ik, begin al heel erg gehad hebben aan deze tafel. Happiness! I love the way you love to live. You love life. You're an inspiration. I love the way you love to give your heart so freely. There's sweet sensation, and you're my invitation to. Game.
Mooi, als je topprestaties wil leveren van het kaliber als onze 7 gouden medaillewinnaars, moet je dan per definitie alles om je heen weglaten? Moet je voor alles afsluiten en je monomaan op dat ene doel richten? Of is er nog een beetje ruimte om te beseffen wat er elders in de wereld gebeurt? Met andere woorden, weten jullie nog enigszins waar we ons in dit land, behalve om jullie natuurlijk, druk om hebben gemaakt? We hebben een paar leuke hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Als eerste, de penalties. De Boer met de strafschop. En gestopt. Kluivert, Tolo, tweede kans voor Nederland uit de strafschop. En tegen de paal. Nou. En nog altijd 0-0. Ja, dit is toch lachen als een boer met kiespijn om zo'n situatie, hoor. Nee. Hoe is dit mogelijk? Over het hoofd en wat over. Nou. Weet hij het zeker? Nee, het is over. Ja, die ene was eigenlijk het mooiste, want die haalde bijna de tweede ring, hè, die van Stam. Ja, dat is heerlijk. Oeh, wat ver weg, wat hoog. Stefan, wat is dat in Nederlandse topvoetballers, dat we dat niet kunnen? Ja, ik weet het niet, maar we hebben er zelf ook heel veel problemen mee gehad. We hebben een WK op verloren en twee EK-finales op verloren op strafballen. Ja, maar dit is natuurlijk wel heel erg wat hier gebeurt. Ja, dat is ook heel erg. Daarom hebben wij ook een beetje erop getraind in de voorbereiding. Er liepen ook mensen al weg toen die penalties kwamen na de wedstrijd. Want twee missen in een wedstrijd betekent dat je psychologisch blijkbaar zo'n achterstand hebt. Kan je dat invoelen? Ja, dat is wel lastig. Zeker als je dan degene die hem gemist hebben daarna in de serie nog een keer moeten nemen. Ja, dan voel je je niet zo lekker, denk ik. Jouw vader was aanvoerder bij de Graafschap ooit, hè? Nam die wel penalties? Mijn vader nam penalty. En die gingen er altijd in? Die gingen er altijd in, ja. Nee, maar het mooie is inderdaad, nu we het over die strafballen van jullie hebben. We hebben alle strafballen van het Olympisch toernooi even snel achter elkaar gezet. En dan zie je dat het moeiteloos gaat, hè? En die maakt het. Het is 1-0 voor Nederland. Veen. Loepzuiver. 1-1. Goal. Uitgaan van je eigen hoek. Van Pelt. Raak. Oh. Voor goud in Sydney. Veen binnen! Nederlands hockeyelftal wint goud. Zo makkelijk is het dus, hè? Ja, het lijkt heel makkelijk, maar we hebben wel wat voorbereiding eraan vooraf gehad. En jij kiest niet steeds dezelfde hoek, hè? Want dat was de discussie achteraf. Je moet als speler één hoek hebben en daar moet je op gaan. Nee, absoluut niet. Ik heb juist elke keer proberen een andere hoek te nemen. Als ik eerst links had gepusht, dacht ik van, nou, dan zou de keeper die hoek ook weer gaan. Dan push ik snel rechts. En die van Van Pelt, die gaat toch de geschiedenis in als een echt lucky shot, hè? Mag ik aannemen? Of was dat de bedoeling? Het lucky shot? Dat merkwaardige rolletje van Van Pelt wat zo erin ging. Ja, nee, dat was niet de bedoeling. Daar hadden we niet op getraind. Hij heeft zich wel geëxcuseerd na afloop. Ja, nou, hij probeerde nog wat van te maken dat het de bedoeling was, maar dat ging er niet in bij ons. Mooi. Nou, er gebeurde dus heel veel nog in de wereld bij ons. Wie zijn dit? Kennen we die? Ja, Leontien, wie zijn dit? Het miljonaire huwelijk of zo, Kobe en ik weet niet hoe die vent heet. Stefan. Kennen we allemaal dit? Hij zal weer Stefan heten. Een van de hoogtepunten in de amoureuze geschiedenis van dit land. Maar ze gaan scheiden, toch? Nee. Ze gaan scheiden, ja, ze zijn volgens mij. Laten we even kijken hoe dat ging bij het huwelijk. Stralend, zoals het een bruidspaar betaamt, kwamen ze binnen. Dezelfde ambtenaar die hen op 8 oktober in ondertrouw deed, tekende vandaag in Blaricum voor het echte werk. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand dat jullie in een wettig huwelijk getreden zijn. Ja, het is wel de meest hartstochtelijke kus die we ooit gezien hebben. Het gaat ver, hè, tegenwoordig. Heb jij daar nou al last mee gehad? Dat we steeds meer belangstelling hebben. Televisie is langzamerhand alleen nog maar wanneer gaat iemand scheiden? Wanneer overlijdt iemand? Camera's wachten alleen maar tot een broek gaat zakken, hè? Dan scoor je ook hoge cijfers. Merk je al dat de oprukkende belangstelling van die pers je begint te ergeren of niet? Oh nee, daar heb ik weinig moeite mee. Kijk, die mensen moeten ook hun werk doen. En ja, soms is dat wat minder leuk. Maar ik heb er weinig last van. Nee, maar zoals jij met je vriendin, je koopt dan een huis, hè, dan lees ik het echt overal. Ja. Anders had ik het ook niet geweten. Ach ja, als de mensen dat graag willen weten, ik heb een huis gekocht. Ja, het wordt steeds goedkoper, denk ik, dat huis. Als je de naam van de makelaar nog noemt, gaat er nog een enorme korting op, denk ik. Goed, we hebben nog een dingetje. Wim Kok, hè, moet hij nou nog een derde ambtstermijn? Wat vinden we daarvan? Even stemmen, wie vindt dat Kok nog een keer moet? Want dat is nu de hevige discussie van dit moment, hè? Nou, ik vind het wel een aardige man. Ik vroeg het aan iedereen even tegelijkertijd, ja. Even wie? Kok moet nog een keer? Wie? Ja. Ja, twee, drie. Ja, de rest vier. Anke, jij niet? Jij wil wel eens een vers iemand? Ja, niet dat ik het nu niet goed vind of zo. Maar vernieuwingen zijn toch altijd, of altijd. Een vernieuwing is voor mijn gevoel vaak toch een vooruitgang om mensen anders op dingen kijken. Ja.
kok kan in de wei en dan hou je wel contact nee, met hem. Nee, nee. Nee, nou, dat is ook absoluut niet negatief bedoeld. Maar nee. Ik denk dat sommige mensen vanuit een andere uitzicht het weer anders benaderen. Jij stemt blanco waarschijnlijk, hè? Nee, kok. Ja, mag blijven. Nou ja, goed, één ding is zeker, hij is wakkerder dan ooit. Hè? Dat zie je bijvoorbeeld aan dit beeld heel mooi. Het is echt de vader des vaderlands die over ons waakt. Zakt even weg, ja, maar goed. Zijn uit. Nou, dan vond ik zelf het grote nieuws van het afgelopen jaar. Dat hebben we in geen enkel jaar over zich kunnen zien. Iedereen heeft dat genegeerd en dat komt uit België, notabene. Oh. Daar hebben ze namelijk de methode gevonden om mensen die te hard rijden op hoofdwegen, om die gewoon in te dammen en te pakken te krijgen. Kijk, die hebben daar deze methode voor gevonden. Het zijn nu bordkartonnen gendarmes, zijn er in België. Maar dat gaat nog veel verder. Kijk, ook dit is een... Die zetten ze gewoon langs de grote weg. En het blijkt dus te werken. 24% minder snelheidsovertredingen. Dat is niet zo. Als het weer is. Maar dan is er altijd nog wel ergens een echte gendarme die daar even bij wil gaan staan. Ja, Jeroen, dat zijn die Belgen toch geniaal, hè? Nou, ik weet niet of ze geniaal zijn, maar dit is wel een leuk idee. Dit is wel fantastisch, hè? Want het werkt ook. Dan was er het afgelopen jaar één groot persoonlijk drama in de sport. Wil toch even met jullie naar kijken. Die fout. Ruud van Nistelrooy, het ene moment dacht hij dat hij voor 65 miljoen naar Manchester United zou gaan. Had een klein probleem, een scheurtje in de knieband, opgelopen notabene in een oefenwedstrijd. En dan met het oog op de EK wilde hij laten zien hoe fit je bent. En dan gebeurt dit, de voorste kruisband afgescheurd. Mark, ben jij bang voor blessures wel eens? Speelt dat mee? Nou, vaak als je net een blessure hebt gehad, dan ben je toch wel een beetje angstig daarmee. Maar je kunt tijdens trainingen niet bang zijn voor blessures, dan ga je je inhouden. En dan wordt het juist des te gevaarlijker. Je hebt al lang last van je knieën, er is zelfs een MRI-scan gehad en je bent ook geopereerd deze maand geloof ik. Hè? Ja, ik ben geopereerd en nou, dat herstelt nu allemaal goed. Maar dat zal in het begin wel weer even eng zijn als je weer, als je weer op je knieën moet springen en overal in moet duiken. Maar op een gegeven moment moet het toch weer gaan zonder na te denken. Je gaat niet anders belasten automatisch. Nou, misschien in het begin, maar dat moet je zo snel mogelijk proberen af te leren. Want anders ga je je helemaal zo jezelf beperken. Ja. Pieter, hoe zit dat in jouw hoofd, dat je opeens die schouders nog eens voelt? Gebeurt dat wel eens? Ik heb er nou nu heel weinig last van. Maar het was wel op dat moment schrikken, want ik had nog nooit een blessure gehad. En zeker toen ze me vertelden dat ik het heel serieus moest nemen, want anders dat het chronisch werd, dan was het toch even schrikken. Maar het is allemaal goed gekomen. Is het iets wat bij jou meespeelt, dat je ooit geblesseerd kan raken? Want jij bent volgens mij nog nooit geblesseerd geweest. Het gaat altijd maar goed. Nou, ik ben wel ook heel voorzichtig. Vooral voor belangrijke toernooien. Dan neem ik niet meer zoveel risico's. En hoe voorzichtig ben je dan? Ja, misschien wel te voorzichtig. Ja. Altijd of vooraan of achteraan of aan de zijkant. Nooit in de groep zelf. En Ankie, we nemen afscheid van een Amerikaanse president. Een sexy president, vond jij? Een wat? Sexy. Nou nee, dat zag ik niet. Nee, dat zag jij niet? Als een van de weinige vrouwen heb je dat niet gezien? Nee, wat gemist waarschijnlijk. En Bush of Gore, had jij een voorkeur ergens voor iemand? Nee, ik had absoluut geen voorkeur. Ik vond het ook een ontzettend mediacircus, een typisch Amerikaans. En ik ben gestopt met volgen. Ik dacht, ik hoor vast wel wie het geworden is. Ja. En Inge, jij bent door de Australische krant The Sunday Morning als een van de meest sexy deelnemers aan de Spelen uitgeroepen, hè? Oh jee. Wist je het niet? Nee, wist ik niet. Nee, het stond op de voorpagina. Was het een eer? Is dat zoiets een eer? Nou, toch wel denk ik. Is toch mooi om te horen. Ja, want je bent naderhand ook nog voor het beroemde blad Sports Illustrated helemaal in het goud gefotografeerd, hè? Ja, dat was best eng, want dat vond allemaal plaats voor de Spelen. En dat is toch even kielen. Ik bedoel, ja, je staat wel als hoge favoriet aangeschreven. Maar je moet het toch ook wel eventjes doen. En dat vond ik dus inderdaad best wel eng. Voor hetzelfde word je 3 keer 8 of zo. Dus ja. Dan ga je voor gaas. Maar gelukkig kwam alles op zijn pootjes terecht. En zijn het mooie foto's geworden? Ja, best wel. Wie vind je nou de meest sexy sporter die jij in Sydney hebt gezien? Oh jee, kijk, ik denk dat we als zwemmen helemaal niet te klagen hebben met sportlijven zoals Pieter. Nee, maar nee, we hebben echt niet, hè? Nee, ik bedoel, daar zijn we best in verwend. Dat hoofd van Pieter kan nog net in het jaaroverzicht, hoor, wat hij hier bij trok. Altijd, hè, altijd. Nee, dank je. Nee, maar daarbuiten, je hebt niet iemand, zie je daar rondlopen en denk, hè, dat is wel een lekker ding, hoor. Nee. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk hele mooie atleten. Kijk, mensen in de atletiekwereld. Wat vind jij een mooie zijn heel atleet? Mooi gevormd. Als ik er nou één moet noemen, jeetje mina. Zal ik dan Leontien je maar even uit de brand laten helpen? Jij bent iemand die daar wel op let, volgens mij. Ik weet alleen Patrick Rafter. Patrick Rafter, ja. Oké, dat is. Jij ook? Of let je daar helemaal niet op? Maar ik ben getrouwd.
Nee, dat is heb ik vanavond thuis nog ruzie. Het is goed. En de mannen, hebben we iemand gezien van we dachten, hè? Behalve dan die Ellen McPherson, hè? Die zat, de body, hè? Die zat in de sluitingsceremonie geloof ik. Nou, die doet er namelijk eer aan. Hè? Dat is een vrouw die is qua geest opgetrokken rond dat lichaam volgens mij. Heb je iemand moois gezien, Jeroen? Ja, ik zat net al even te denken, want ik denk die vraag zal zo wel komen, maar... Ja. Ja, ik moet echt even... Ja, ik ben dus je was het met de keus van Inge eens eigenlijk van die krant? Ja, nou, het mag er zeker zijn, hè. Mooi. Hoe was dat nou met die Willem-Alexander eigenlijk? Stefan, jij kreeg dat lintje van hem. Wat zegt hij dan? Zegt hij nog wat leuks persoonlijks of blijft het keurig? Ja, op de officiële momenten is hij, gaat dat heel keurig. Maar ik denk met z'n allen hebben we wat, gewoon wat beter leren kennen in Sydney. En het is gewoon een... heel gezellig en een heel aardig iemand. Is dit wel de koning waar we de 21ste eeuw goed mee door kunnen? Ja, ik ben niet zo in dat soort politieke dingen. Maar zoals hij mij overgekomen is, iemand in ieder geval met een ontzettend groot sporthart. En ja, dus hij bij ons wel aan het goede adres, denk ik. Heb je nou nog rituelen vlak voor je begint, Pieter? Zijn er nou nog bepaalde dingen die je in je hoofd hebt zitten en je denkt, zo doe ik het? Zet je jezelf onder druk op een of andere manier? Je probeert natuurlijk wel een beetje spanning op te wekken. Want dan kan je boven jezelf uitstijgen, bij mij in ieder geval. Maar ik wil alles een beetje op het laatste moment. Dat het nog echt lekker, dat het nog spannender wordt. En dan gewoon zo uitgerust mogelijk aan de start verschijnen. Ja, maar zo laat mogelijk alle dingen doen. Dus als anderen al klaar zijn. Ja, maar dan worden die anderen ook weer zenuwachtiger. En dan als ik dan rustig maar blijft hij? Dan ik weet precies van waar ik mee bezig ben. En dan, nou soms ook niet, maar nee. Maar, en dan kom je lekker op het allerlaatste moment er naartoe. En dan word je daar neergezet voor je blokken. En word je voorgesteld, nou dat is zo'n adrenaline stoot. Dan is het, laat me los, ik wil knallen. Ja, geldt dat voor jou ook? Hoe doe jij dat? Bijvoorbeeld een uur van tevoren, ver van tevoren. Mijn haaien pak al helemaal aan en helemaal op en top in orde. En hij doet dat 5 seconden voor de start, gewoon heel even snel. En dat is wel een heel groot verschil. Ja. Maar jij vindt het lekker om dat allemaal klaar te hebben? Ja, helemaal gezet tot helemaal klaar. Wat zijn jouw laatste paar minuten voor je begint? Nou, ik zit net te denken. Moet je niet naar de wc dan nog? Nee, niks meer. Ik moet altijd 5 keer nog naar de wc. Ja, ja. Dus, de cruciale vraag is dus, kan je in een haaienpak plassen? Dat is eigenlijk wat je wil vragen. Dat kan dus niet. Nee. Maar dat hoeft ook dat uur niet. En zoals Jeroen, kijk jij naar andere paarden als je normaal gesproken een wedstrijd hebt? Nee, ik doe normaal eigenlijk geen gekke dingen voor de wedstrijd. Maar nou had ik... mijn chef de keeper had me verteld, hij zegt, als je nou verstandig bent, zegt hij, dan doe je eerst de linkerlaars aan die dag. Ik ben helemaal niet bijgelovig, maar ik heb het toch gedaan die dag. En natuurlijk. Ja, ja. Ankie, hoe lopen jouw laatste minuten? Ik had ook eerst mijn linkerlaars aan. Nou, wat Leontien zegt, ik wil onwijs naar het toilet de hele tijd. Daar was ik gek van. Dat is echt... de laatste 50 minuten voordat je de proef gaat rijden, begin je paard los te rijden. Dus dan kan het dus dat uur echt niet meer. En dat was in Sydney nog wel een beetje spannend, want toen moest ik echt heel erg na de proef, want toen wilde ik gaan en moest naar de doping. Was een beetje lang ophouden. Ja. Maar hoe is je contact met je paard dan? Voel je dat het goed zit? Ja, maar... bij Bonfire zat het altijd wel goed. Ja. Maar het is toch ook een drie-eenheid, hè? Het is jij, het paard en de coach. Hè? Jij krijgt dan de gouden medaille, maar ik denk dat je zonder die drie-eenheid niet kan functioneren. Nee, absoluut niet. En mensen vragen ook wel eens hoeveel procent is nu van jou en hoeveel procent is van een paard. Maar dat kan je helemaal niet in procenten uitdrukken. Want ik zonder een goed paard, dan ben ik absoluut niet een opvallend ruiter. En een goed paard met een slechte ruiter is ook vaak niet opvallend. Het is gewoon de klik die het belangrijk maakt. Ja. En Mark, wat zijn jouw laatste minuten voordat je de mat op moet? Heel rustig. Je hebt je warming-up gehad. Dus je staat in rust te wachten eigenlijk totdat je losgelaten mag worden. En vlak voordat ik de mat op ga, dan sla ik mezelf nog eens even in het gezicht en op mijn benen. Om echt even weer mijn ogen wijd open te krijgen. Van, oh, dus nu ben ik wakker. En nu gaat het gebeuren. Kom maar hier, ik verscheur je. Heerlijk. Ja. Mooi. Goed, hoe gaat het nu verder, Leontien? Dat is natuurlijk al 100 keer gezegd, ook bij de sportman van het jaar en sportvrouw van het jaar, hoorde ik het nog. Hè? Nog 2 jaar, begreep ik? Ja. En wat is dan het einddoel in die 2 jaar? Volgend jaar is toch mijn doelstelling het werelduurrecord. En proberen mijn wereldtitel terug te pakken. En het volgende jaar erop is toch proberen mijn ervaring over te brengen op jong talent. Die het in Athene weer moet gaan doen. Goed, maar Athene haal je niet meer dus. Ja, kom ik lekker gezellig kijken. Oké. Pieter, je hebt al 100 keer gezegd, ik ben pas 22, ik wil nog van alles, hè?
Ja, maar dat, mooier kan het nooit worden, of wel? Nee, dat, ja, je moet gewoon stilstaan bij de successen die je hebt behaald. En dan moet je weer je batterij opladen. En ik heb nou toch wel een succesvolle speler gehad. Ja, dat is aardig. En we gaan nu ook met een professionele ploeg gaan we nu werken. We gaan het nog optimaler maken. En we gaan gewoon records weer aanscherpen. En ik heb wel genoeg te doen. Ja, dus geld gaat ook een beetje een rol spelen nu eindelijk. Ja, dat is natuurlijk wel... Wel een flinke meevallen, ja. Dus in plaats van een IKEA-tje komt er een Jan de Boevriebank in het huis te staan. Je vond deze stoelen toch mooi? Ik vond mooi. Neem er één mee, zou ik zeggen. Inge, ga je dat nog opbrengen weer? Amerika, de drill instructor, maanden weer in eenzaamheid. En hoe ga jij verder vanaf nu? Ja, het concept blijft gewoon hetzelfde. Dus ik ga een aantal maandjes per jaar gewoon weer terug naar Amerika. Ja. En zal het uitmaken dat het nu professioneel is dan? Ja, dat zal zeker daaraan bijdragen, ja. Het is natuurlijk een hele uitdaging. We gaan het schaatsen eigenlijk een beetje achterna. En ik vind het, ja, toch wel... Kijk, ik doe al 3 jaar professioneel aan zwemmen. En ja, ik denk dat het een extra tintje geeft als je dan in een professionele ploeg belandt. Ja, als je ziet wat er in Australië gebeurd, hè, toen jullie daar weer even terugkwamen. Het gewoon gekkenhuis. Gekkenhuis, helden, ja. Hè? Toch helden van Sydney een beetje, hè? Dat klopt. Oké, mag nu wel van jou, gelukkig. Mark, nog nooit een WK gewonnen, hè? Dus er ligt nog werk... Ja, volgend jaar is er een WK. Eerst nog weer een EK en dat wil ik ook weer graag winnen, ook al had ik die al 3 keer gewonnen. Je wil ook Monopoly winnen, hè? Je wil alles altijd winnen volgens mij. Als er een mat is en er staat een tegenstander, dan moet er gewonnen worden. Ja, maar als dus... mensen erger niet op tafel ligt ook, hè? Maakt niet uit. Ja, het is toch wel leuk om dat ook te winnen. Maar die WK, dat wordt het dan wel. Haal je nog een speler, denk je? Ja, dat is best mooi. Ik heb daar best wel zin in. Maar ik moet even afwachten of ik ook 4 jaar lang goed genoeg blijf om daar als kanshebber te staan. Want ik moet daar wel staan dat mensen bang voor me zijn en niet dat ik zomaar een deelnemer ben. Nee, en die knie moet meewerken weer. Ja, het lijf moet natuurlijk heel blijven. Ik ga niet koste wat kosten proberen in een uiterste poging Athene te halen en daar daarna in elkaar storten. Nee. Ik moet natuurlijk wel gewoon gezond blijven. Stefan, gestopt nu, hè? Maar ja, je hebt ook alles binnengehaald wat er kan, hè? Wereldkampioenschappen, Champions League, Olympische Spelen. Ja, dat is goed. Ja, bijna alles van behalve die EK die we 2 keer op strafballen hadden verloren. Maar ja, je hebt net gezien hoe het kan, hè? Ja, ja, maar dat zal voor mij niet meer... Nee, daar ben ik niet meer bij. Moeilijke beslissing geweest of niet? Nee, nee. Je stopt rigoureus, hè? Ja, je gaat ergens in het vijfde. Ja, ik ga lekker in een lager elftal met oud teamgenoten van hierheen meespelen. Nee, het is mooi geweest. Maar hoofd en lijf schreeuwen niet toch om nog activiteit? Jawel, ja. Een beetje rennen voor jezelf, dat ben ik al achtergekomen. Dat is niet voldoende voor me. Nee, dus de stick en de bal moeten toch weer. Moet af en toe weer het duel opzoeken, ja. Mooi. Ankie, zonder Bonfire verder door het leven, hè? Moeilijk? Nee, nee. Ik ben... Ja goed, ik ben blij dat die periode super gelopen is. Maar het is ook mooi geweest nu en ik zoek een nieuwe uitdaging. En dat heb ik in al mijn jonge paarden. Ja, ooit was er een blanco cheque voor Bonfire. En chef heeft toen volgens mij gezegd, doen, dan zijn we van al het gedonder af. Ja. Hè? Centjes zijn binnen. Ja. Nooit getwijfeld? Nee. Nee, niet 1 seconde. Mijn plezier in het leven is paardrijden. En als je een paard hebt waar je heel gek van bent, wat ik van Bonfire ben, elke dag als ik hem rijd, is dat het beste moment van de dag. En ik weet, als ik dan die blanco cheque zou hebben, dan zou ik denken, wat zal ik nou eens met het geld? En dan zal ik vast een nieuw paard gaan kopen. En die valt dan vast tegen. Dus ik heb nooit spijt van mijn keuze gehad. Is het makkelijker om van een paard te houden dan van een man? Ja, absoluut. Ja. Nou, daar kan ik het jaar mee uit, hoor. Nou, tot slot. Een vraag, moeilijke vraag misschien, maar alle plakken liggen nu hier op tafel. Ik heb ze nog nooit zoveel van zo dichtbij mogen zien. Is er iets in het leven waarvoor jij je gouden plak zou inruilen? Nou, op momenten heb ik dat niet, maar... ik denk dat als bij mij thuis het gezin op de klippen zou lopen, dan zou ik hem daar toch voor inruilen, ja. Ja. En die kleine die we net zagen, is inmiddels al 2, hè? Ja, 2. Wordt een ruiter ook, of niet? Ah, het gaat hier in de koeien. Zijn, maar, het zou leuk zijn, maar hij moet het wel echt heel leuk vinden. Want anders dan zou ik hem niet bevelen om in deze sport verder te gaan. Nee. Mark, jij? Ja, een plak is natuurlijk maar een plak. Maar hij inderdaad, hij symboliseert heel meer, veel meer. Maar ik zat te denken, voor zo'nzelfde plak in Athene... valt over te praten. Ja, er valt over te praten. Inge, je hebt er nou zoveel, je kan er wel 1 voor iets omruilen, hè? Of niet? Nou ja, ik zou ze voor geen goud willen inruilen voor iets, nee. Ja, ik heb daar zo naartoe geleefd en zo naar uitgekeken. Dan wordt je droom werkelijkheid en het is moeilijker dan om los te laten. Net wat Mark zegt, er zit zoveel waarde aan. Er zit zoveel achter die plak, dat het gewoon moeilijk is om los te laten. Ja. Jij als laatste? Ja, ik heb er 3, dus ik wil ze dadelijk wel inruilen voor 3 gezonde zijlaatjes.
wilde jullie heel erg bedanken dat jullie vanavond hier wilden zijn. De beste wensen voor 2001. Kan natuurlijk haast niet een mooier jaar worden dan het was. Maar toch heel veel inspiratie, gezondheid, succes. En nou, een onderwerp wat veel besproken is, heel veel liefde. Dank je dat je er was. Nou hebben we de mannen de afgelopen tijd een aantal keren smoken op televisie gezien. Dan ben ik benieuwd wie het snelste zijn strikje afkrijgt. Ed. Oh, zit hij bij jou gewoon aan twee klemmetjes? Heel makkelijk. Maar bij jou zit hij gewoon vast. Zit eraan genaaid waarschijnlijk. Ja, goed. Nee, we hebben namelijk nog een hele kleine muzikale kerstverrassing om dit programma af te sluiten. Signor Bocelli. L'Ave Maria dicono occhi per lei una cosa importante e molto difficile, ok? Sta qui per lei. Un premio in platino per Sacred Areas che contiene anche questa Ave Maria. Un bel regalo da Natale, no? Sì. Ok, grazie mille. Grazie a lei. Dat was het voor vanavond. Nog een mooi laatste uur van deze tweede kerstdag. Volgende week zijn we er weer. Moeten we even aan wennen. Dan is het alweer 2001. Heel graag tot dan. Dag. Grazie mille, signor Bocelli. Grazie.